Blij of opgelucht? Blij. En hoezo opgelucht eigenlijk? Volgens mij was het spannend aan het einde, toch? Ja, we hebben het onnodig heel spannend gemaakt op het laatst. Maar uiteindelijk moet je gewoon blij zijn met die overwinning, denk ik. En we zijn hier gewoon als verdiende winnaar van het veld gestapt. Op basis van veldspel? Op basis van veldspel, denk ik. En we komen tot twee keer toe komen we op een verschil van twee doelpunten. Dat maakt onszelf onnodig moeilijk. En daardoor breng je ze terug in de wedstrijd. En heb je het uiteindelijk gewoon... Uiteindelijk moet je dan billen knijpen. En dat is zonde, denk ik. Kun jij je vinden in een analyse van je oud-ploeggenoot? Ja, ik denk het wel. Als zij twee keer twee doelpunten voorkomen, mogen ze dat eigenlijk niet zo spannend laten worden. Beetje jammer bij de 2-1 dat ik er zo overheen trap dat hij 3-1 kan maken. Maar daarna mogen ze het eigenlijk niet zo spannend laten worden. Het is dat wij hard gaan drukken, of veel naar voren gaan spelen, dat we druk erop kunnen houden. Maar het is denk ik wel terechte overwinning. Zegt dit over het verschil tussen beide ploegen? Ja, dat zij gewoon een iets betere ploeg hebben dan wij. Ik bedoel, we komen net in de topklasse en zij zitten er al een paar jaar. En ik denk dat zij gewoon net de betere spelers hebben. Moet ook een mooie middag voor jou geweest zijn. Ja, ik maak 2 goals en we winnen. Dus ik zou zeker niet mogen klagen. Dus nee, ik ben heel blij vandaag. Voor wie het niet gezien heeft, de 2 goals? Moet ik ze omschrijven? Ja, de eerste wordt een vrije trap snel genomen door Jeffrey de Jongenelen. Ik draai die bal open op de 16 en ik besluit uit te halen met links. Zat er lekker in. En de tweede goal wordt Donny van Ooyen diep gestuurd. En de keeper komt uit de goal. Donny legt hem breed. Maarten gaat over de bal heen. En de bal kwam wel hobbelig naar me toe lopen. Dus ik denk, ik moet hem eerst controleren. Hij kwam nog dichtbij. Ik schoot hem gewoon goed in. Heeft hij jou een vervelende middag bezorgd? Denk wel, ja. Het ging niet lekker voor mij. Maar ja, die 2 goals, die eerste was niet echt, de eerste van hem dan tenminste. Daar sta ik in de zone centraal en ze leggen een breed vrije trap. Daar moet iemand bij staan van ons. Ja, daar kom ik niet meer bij. En die zijn tweede, de 3-1, die was, daar maak ik gewoon op die bal heen en daarna ben ik te laat. Tenminste, kan ik er niet meer bij komen. Dus zuur. Hoe was het voor jou om tegen je oude club te spelen, de club die jij notabene naar de topklasse geschoten hebt? Ja, die heb ik niet naar de topklasse geschoten. Dat is wel een leuke wedstrijd. Alleen zuur dat we verliezen en zuur voor mij dat ik niet echt lekker speelde. Eind goed, al goed? Eind goed, altijd goed. Absoluut. Ik denk dat we hier kwamen voor 3 punten. Die nemen we mee terug naar Katwijk. En verder hoeven we geen woorden aan vuil te maken, denk ik.